Het is de gedroomde finale van de na-competitie. Quick Boys VVSB. Afgelopen woensdag werd het 1-1 op de Boekhorst. Nu treffen beide teams elkaar op Nieuw-Zuid. In een schitterende ambiance. Op een toch al zo idyllisch sportpark. Het is Katwijk tegen Noordwijkerhout. Het zijn de blauw-witte narren tegen de paarsgele Bavo. Voor Quick Boys ligt eindelijk promotie naar de tweede divisie voor het oprapen. Terwijl voor VVSB juist degradatie dreigt. Van Hofwegen, de vervanger van Bloemendaal op het middenveld, die geblesseerd is geraakt. Het schot en dan is de paal de reddende engel voor Ruben Valk en VVSB. Gevaarlijke inzet van Thijs van Hofwegen. Die gaat stoppen om na dit seizoen aan de slag te gaan als ondernemer in het buitenland. Die wens heeft hij uitgesproken. Goed lopende aanval van Quick Boys met Bosman als eindstation. Het is een pikante wedstrijd voor hem. Hij stapt over naar VVSB. Tenminste, dat was het plan. Maar de verhalen zijn dat daar nog het laatste woord niet over gezegd is. Kaars. Even los van de mandekkers bij VVSB achterin. En dan de poging waarbij Valk nu een redding kan verrichten. Maar Quick Boys begint goed op eigen veld. Het is een kleine stormloop op het doel van VVSB. Tesla uit de draai. Gevaarlijk. Een deel van de fans begint al te juichen. Maar de inzet gaat toch net naast. Spanning is te zien op de gezichten. Hier op Nieuw-Zuid wordt gesmacht naar promotie. En gezocht naar een doelpunt. Opnieuw is Kaars dichtbij. Voorzet was van Joey Ravensberger. De enige Katwijker in de basis bij Quick Boys. Kaars zoekt weer naar een schotkans en ook hij treft de paal. Tot twee maal toe heeft VVSB geluk. En zo blijft het 0-0. Bekooi. Voor hem geldt hetzelfde als voor Bosman, maar dan omgekeerd. Keert komend seizoen terug bij Quick Boys. Hier het eerste speldeprikje van VVSB. Maar de kansen zijn schaars voor de ploeg van Erik Meijers. Die het overnam bij VVSB. Toen de degradatie al bijna niet meer afwendbaar leek. Nu zou het dus alsnog kunnen. Halverwege staat het nog 0-0. En uit doelpunt te tellen niet dubbel. Tejan met de hoekschop. Baten mist, daar is Ket. Bijna komt de centrumverdediger daar in scoringspositie. Maar Ruben Valk redt andermaal. Ravensbergen met zijn wapen, de verre inworp. Kaars met het hoofd en Valk met de hand. Weer een handje geholpen door een paal in dit geval. Maar de emoties lopen hoog op achterin bij VVSB. Meijers ziet het gelaten aan. Voor hem maakt het niet uit hoe als VVSB dit maar overleeft. De Rijk heeft wat ruimte. Dan wordt hij uiteindelijk van de bal gelopen op een correcte manier. De broers Thijssen zien het aan. Jordi heeft natuurlijk een verleden bij Quick Boys. Niet al te fijn vertrokken. Maar in die jaren wel wat opgebouwd. Ravensbergen. Baten. Hier is Kaars. En Van Hofwegen. Die zichzelf in schietpositie manoeuvreert. Maar hij mikt net naast. De druk op het Noordwijkerhoutse doel neemt alsmaar toe. Maar zolang die goal uitblijft, is er hoop in de harten van VVSB. Bekooi zou dolgraag een mooi afscheid willen geven aan zijn club. En hier is het bijna raak via Frank de Voert. Die er al 6 maakt in de na-competitie. In 3 duels. En nu dichtbij weer een doelpunt is. Gered op de lijn. De Kruis, invaller bij Quick Boys. Stuurt Tejan weg. Komend seizoen spelend voor Kozakken Boys. Dus ook hij heeft een mooi afscheid in gedachten. Kaars uit de draai en dit scheelt centimeters. Vraag niet hoe, maar VVSB houdt stand.
Het is wel eenrichtingsverkeer naar rust. En Quick Boys houdt de druk erop. Mahmoud van ver. Het is het proberen waard. In de slotseconde betekent het einde van de 90 minuten. Scheidsrechter Wim Bronsvoort kondigt de verlenging aan. En Erik Meijers neemt het woord bij VVSB. Hoeveel energie heeft de tweede divisionist nog over? Tegen de nummer 2 van de derde divisie op zaterdag. Terwijl je op basis van die theorie een totaal omgekeerd wedstrijdbeeld ziet. Quick Boys deelt de lakens uit opnieuw Zuid. Ravensbergen. Van der Wilde kopt weg. Ingebracht als versterking op de linksbackpositie. En weer is Valk degene die VVSB behoedt van een achterstand. Van Nieuwkerk met zijn lengte gebracht om iets te forceren bij Quick Boys. Dat kan deze man ook als geen ander. Keetean, club topscorer. Nu zet hij een goede beweging in. Legt hij af op Baten, die schiet vallend en wel. Maar ook dan is het geen uitgemaakte zaak dat je Ruben Valk kunt verschalken. Zo blijkt eens te meer. Hij is de uitblinker bij VVSB. We gaan de tweede helft van de verlenging in met nog altijd een 0-0 stand. En dus zijn we een kwartier verwijderd van een penalty-serie. Tenzij de band kan worden gebroken. Tejan, Quick Boys maakt meteen zijn bedoelingen weer duidelijk. Facunda komt er niet uit. Inworp voor Quick Boys. De 12e man gaat erachter staan. Zij hunkeren naar een stap omhoog. Naar een weerzien met VV Katwijk bijvoorbeeld. Kaars, hij doet het! Dennis Kaars! Dolle vreugde. Nieuw-Zuid in extase. En het is een ware veldinvasie. Dit is wat de goal teweeg brengt. Het is een vrommel goal, maar de manier waarop Kaars het afmaakt met buitenkant rechts is zeer fraai te noemen. En dat was nodig ook om de excellerende Ruben Valk voor het eerst te passeren. En nu moet VVSB met een klein kwartier te gaan alles op alles zetten. Mo El Ouzrouti komt als vierde invaller, want dat mag in de verlenging. Ging ooit met oud zeer weg bij Quick Boys. En zou zich graag willen revancheren, maar heeft een heel jaar niet gespeeld. Tejan voor de beslissing. Daar wil Valk niet aan meewerken. Gaat hij het dan toch weer flikken? Erik Assink, die al kampioen werd met IJsselmeervogels, met Spakenburg en met GVVV. Het is gebeurd. Quick Boys is na 9 jaar weer terug op het hoogste amateurniveau. Onder leiding van Assink. Eindelijk. Zo is de stemming onder de supporters. Een groot feest gaat het opleveren. En voor VVSB is degradatie dan toch onafwendbaar gebleken. Ondanks de revival onder Erik Meijers. Voor het eerst sinds 2005 gaan de Noordwijkerhouters afdalen naar het tweede amateurniveau. En zij zingen en zij springen, want de buiten is binnen. Quick Boys naar de tweede divisie.